De grootheid kracht is een vector. Het heeft naast een grootte ook een richting. En zo heb je andere natuurkundige grootheden, zoals bijvoorbeeld snelheid en magnetisch veld, die naast een grootte ook een richting hebben. En een vector die kun je ontbinden in zijn componenten. En om dat te kunnen, om dat uit te kunnen rekenen, heb je een aantal wiskundefuncties nodig. Dat zijn de sinus, de cosinus en de tangens. En die gaan we deze webles bekijken. We gaan eerst het uh, wiskundeplaatje bekijken. En daarna gaan we kijken hoe we die wiskundige kennis kunnen toepassen in de natuurkunde omgeving. Wat je hier ziet is de zogenaamde eenheidscirkel. En de eenheidscirkel is een cirkel met een straal van 1. En het middelpunt van deze cirkel ligt precies in de oorsprong van mijn assenstelsel. Ik heb met een dikke gele stip heb ik een punt aangegeven op de eenheidscirkel. En dit punt zal. Twee coördinaten hebben. Het zal een x-coördinaat hebben en een y-coördinaat. En in deze situatie heeft hij een x-coördinaat van 1, want de straal is immers 1, en de y-coördinaat is 0, want het punt ligt nog op de x-as. Ga ik het punt verschuiven langs de eenheidscirkel onder een hoek alpha zoals je hier ziet, dan zal zijn x-coördinaat veranderen en ook meteen zijn y-coördinaat veranderen. Wanneer ik de hoek alfa groter maak dan 90 graden, dan zal ik zelf zien dat mijn x-coördinaat negatief wordt. En maak ik de hoek groter dan 180 graden, dan zijn zowel de x als de y-coördinaat negatief. Hoe kan ik nu uitrekenen hoe groot de x-coördinaat en de y-coördinaat is wanneer ik te maken heb met zo'n eenheidscirkel? Nou, om dat goed te kunnen, ga ik eventjes terug naar een algemeen plaatje. Ik heb een bepaalde hoek a. Het punt heeft een bepaalde x-coördinaat en een bepaalde y-coördinaat. Nou, wat enorm helpt, is dat je voor jezelf even een driehoek gaat herkennen. En dit is de driehoek waar we mee gaan werken. En deze driehoek heeft drie zijden. En die drie zijden kun je altijd benoemen. Je hebt namelijk altijd te maken met een schuine zijde. En de schuine zijde herken je omdat de twee hoeken die aan de schuine zijde zitten, geen van 92 graden is. De zijde die ligt tegen de hoek aan. De hoek die je dus weet, hier is dat hoek alpha, die noem je de aanliggende zijde. En dan hou je natuurlijk nog één zijde over en dat is de zijde die precies tegenover de hoek ligt. En die heet de overstaande zijde. Hoe kun je nu makkelijk de I-coördinaat uitrekenen in deze situatie? Dat doe je door middel van de sinus. En voor de sinusfunctie geldt dat de sinus van de hoek gelijk is aan de lengte van de overstaande zijde gedeeld door de lengte van de schuine zijde. En die is in onze situatie 1, omdat we te maken hebben met de eenheidscirkel. Nou, om dit, uh, dit te onthouden kun je als ezelsbruggetje SOS onthouden. En je kunt zien waar die drie letters van SOS vandaan komen. Even een tussendoortje, wanneer je dit gaat uitrekenen in je rekenmachine, let er dan goed op dat je rekenmachine goed staat. Want je rekenmachine die moet wel staan in de functie uh, degrees en niet in rad, radialen. En bij wiskunde kan het zijn dat je met radialen gaat rekenen. Dan moet je juist je rekenmachine omzetten naar radialen. Maar hier gaan we ervan uit dat hoek alpha altijd gegeven is in graden. En dan moet je ook je rekenmachine instellen in graden. Anders krijg je totaal verkeerde waarden. We gaan uh, de vergelijking die we daar zien staan: sinus A is overstaand geheel schuin. Dat gaan we even net iets anders opschrijven. Want natuurlijk geldt dan ook dat sinus A maal de schuine zijde gelijk is aan de overstaande zijde. En uh, wanneer ik dat nu ga invullen, dan zie ik dat die overstaande zijde, dat is natuurlijk de lengte daarvan, is precies gelijk aan de grootte van de i-coördinaat. Dus in plaats van overstaand kan ik i lezen. En de schuine zijde heeft natuurlijk een lengte 1. Nou, als ik dat beide invul, dan krijg ik dit eruit. En met deze vergelijking kan ik dus de i-coördinaat uitrekenen uh, van het punt. En die hangt af van de hoek alpha. En ik. Moet dus de sinus van alpha maar uh, pakken. vermenigvuldigen met 1. En dan krijg je die i-coördinaat. Die 1 lijkt hier een beetje overbodig. Maar ik, ik zet hem er expres bij. Want uh, de eenheidscirkel is die lengte altijd 1. Maar als we dadelijk een natuurkundige situatie gaan kijken. Dan is die lengte meestal geen 1. En dan moet je hem ook echt gaan gebruiken in jouw uh, berekeningen. Hetzelfde geldt voor. De x-waarde van mijn punt. Voor de x-waarde van mijn punt kan ik de cosinusfunctie gebruiken. Want voor de cosinusfunctie uh, is als volgt gedefinieerd. De cosinus van de hoek die is gelijk aan de lengte van de aanliggende zijde gedeeld door de lengte van de schuine zijde. En als ezelsbruggetje krijg je dan kas. Nou, deze um, functie kan ik omschrijven net zoals ik dat met de sinus heb gedaan. En dan krijg ik uiteindelijk deze vergelijking x is dan gelijk aan 1 maal de cosinus van alpha. Dus ik kan via de cosinusfunctie heel snel de x-coördinaat uitrekenen van het punt. Dan hebben we nog een derde functie: dat is de tangensfunctie. En voor de tangens eh, geldt dat de tangens van de hoek gelijk is aan de lengte. Van de overstaande zijde gedeeld door de lengte van de aanliggende zijde. En we gaan uh, straks zien dat je deze functie soms ook nodig uh, hebt of goed kan gebruiken. En dan krijg je als ezelsbruggetje TOA. En om ze nu alle drie te onthouden, krijg je SOS-CAS-TOA. Uh, die tangens kan ik ook weer omschrijven en dan krijg ik de volgende vergelijking. De lengte, of de, de y-coördinaat gedeeld door de x-coördinaat van het punt, die is dan gelijk aan de tangens van de hoek. Het kan ook zijn dat je de hoek niet gegeven hebt gekregen en dat je dus als een probleem krijgt hoe groot is de hoek en dat kun je met de zogenaamde arcsinus en de arccosinus en de arctangensfuncties en die zitten alle drie uh, ook op je rekenmachine en vaak onder dezelfde knop en dan is het een tweede functie van die knop laten we even kijken wat het is deze uh, vergelijking hadden we net, net al gezien I is uh, de schuine zijde maal de sinus alpha dus 1 ma sinus alpha. Maar wat nu als ik die alpha wil uitrekenen? Nou, dan is die alpha uit te rekenen door de sinus min 1, dat is namelijk de arc sinus, de sinus min 1 te nemen van eigen deel door 1. Hetzelfde geldt voor uh, de cosinusfunctie. Daar kan ik de arc -cosinus functie gebruiken om een hoek uit te rekenen. En dan moet ik dus de x-coördinaat delen door 1 en daar de arc cosinus van nemen. En uh, ook met de tangens. Kun je een arctangens uh, gebruiken om de hoek uit te rekenen wanneer je bijvoorbeeld uh, zowel de x- als de y-coördinaten weet. Dit is het wiskundige gedeelte. Nu gaan we uh, de slag maken naar de natuurkunde. Hoe gaan we deze wiskundige kennis gebruiken om uh, te rekenen bij natuurkunde? En dan is één groot verschil wat we hebben, is dat uh, we hier niet te maken hebben met zomaar een punt, maar dat we te maken hebben met een vector. En een vector teken je altijd als een pijl. En de vector, die laten we dan mooi beginnen in het midden van, de, van deze cirkel. En waar de punt van de vector eindigt, daar trek ik dan mijn cirkel. Een tweede verschil is dat um, de lengte van, uh, de, of de straal eigenlijk van deze cirkel, die hoeft niet meer standaard 1 te zijn. Sta sterker nog, de straal van mijn cirkel wordt nu de grootte van de grootheid die ik aan het bekijken ben. Nou pak ik hier als voorbeeld eventjes uh, kracht. Ik ga hier een kracht bekijken. Dus uh, er staat nu een grote f. Maar hetzelfde verhaal gaat op wanneer je te maken hebt bijvoorbeeld met de snelheid. Dan zou daar v komen te staan. Of met een andere vector, een natuurkundige grootheid, uh, die een vector is. En uh, ik kan nu geheel, volgens de lijn van de wiskundeformules, kan ik nu ook opschrijven hoe ik nu de verschillende... Uh, Componenten kan uitrekenen, de twee componenten kan uitrekenen van deze kracht F. En je ziet ze al getekend. Er is een component langs de x-as en een component langs de y-as. En heel vaak is het erg handig om die kracht te ontbinden in zijn twee componenten. Je ziet hier ook dat ik dezelfde driehoek nog heb, want. Uh, het principe blijft hetzelfde, dus ik heb die driehoek hier aangegeven met zijn schuine zijde, aanliggende zijde en overstaande zijde, en ik kan nu de fi en de fx de grootte van de i-component en de grootte van de x-component uitrekenen, en dat doe ik eigenlijk door gebruik te maken met dezelfde functies als die ik net had. Dus um, voor de fi-component kan ik gebruik maken van de sinusfunctie, de sinus van hoek alpha maal de grootte van f geeft mij de grootte van de fi-component en uh, als het nodig is kan ik ook uh, andersom redeneren uh, en de, de hoek alfa uit te rekenen door de arcsinus te gebruiken en dan krijg ik hier dus de arcsinus van fi gedeeld door f en uh, je kunt ook fx uitrekenen en dan gebruik ik de cosinus uh, functie en fx is dan uh, f maal de cosinus van alfa ook die tangen zitten nog steeds in de verhouding tussen fi en fx die is ook altijd gelijk aan de tangens van alfa. Ik heb ook nog een vierde vergelijking uh, die ik hier ook kan gebruiken. En die vergelijking is heel bekend. Dat is namelijk uh, de stelling van Pythagoras. Want ik heb hier immers een driehoek met een één uh, rechte hoek erin. En voor zo'n driehoek geldt ook altijd dat de grootte van de schuine zijde in het kwadraat gelijk is aan de grootte van beide zijden in het kwadraat. En dan opgeteld bij elkaar. Dus fx kwadraat plus fi kwadraat moeten samen gelijk zijn aan f kwadraat. Nou die kan ik ook gebruiken. In Zo zo'n situatie van een kracht met zijn twee componenten en de hoek van de kracht ten opzichte van de x-as hoef je er maar twee van de vier te kennen. En wanneer je die twee weet kun je de andere twee altijd uitrekenen. Dus ik heb de kracht, ik heb fx, ik heb fi en ik heb hoek alpha. Wanneer je twee van de vier weet zijn de andere twee te berekenen. Nou, er is maar één manier waarop je dit echt onder de knie krijgt en dat is uh, een aantal keer Elk van deze vier situaties goed oefenen en controleren of het antwoord wat jij hebt overeenkomt met het antwoord wat het zou moeten zijn. Succes!